Hey, goedemorgen. Welkom bij AutoSiro. Audi Q5. 55 e-tron. 55, dat is de accucapaciteit. Deze moet zeker een kilometer of 40 elektrisch weg kunnen komen. De 50 heeft een kleine accu, minder vermogen. Deze heeft een gecombineerd vermogen van 367 pk. Dan kun je opschieten. Het is de S-Line. Dit is de uitvoering die je wil. Kilometerstand, prachtig mooi natuurlijk, 80. En ik heb hem gekocht in België van Alphabet Lease. Daar koop ik heel veel auto's. België, dus geïmporteerd. Maar ik heb een onderhoudshistorie. Gewoon ter inzage. Een schadeverleden kan ik daarmee ook uitsluiten. Dus je bent echt gewaarborgd van een perfecte auto. Waarom? Op het moment dat de auto hier binnenkomt, wordt de accu gecontroleerd en wordt de auto volledig gecontroleerd. Alles wat niet goed is, mag ik claimen en dat doe ik heel serieus. Je hebt mij genoeg gezien. Komt-ie. De Z-nummers, daar zijn we alweer. Parkeersensoren voor en achter. LED, koplampen. 18 inch lichtmetaal. S-Line. Dat is altijd goed. Chromeomlijsting rond de ramen. De dakdrager is ook vergroomd. Quattro, dus vierwiel drive. En dat is wel het bijzonder van een hybride. Deze mag 1750 kilo trekken. En dan is zo eentje wel makkelijk. Kijk, daar komt hij. Elektrisch wegklapbare trekhaak zit er al op. Elektrische achterklep natuurlijk ook. En als je zo'n auto rijdt, ben je wel autoliefhebber. En dat kun je wel zien. Hij is echt prachtig mooi. Van binnen natuurlijk, omdat het de S-Line is. Half Alcantara en half echt leder. Panoramadak zit er ook nog in, kan ook open. Isofix hebben we voor de kinderstoelen. S-Line instap, lijsten. 4 elektrische ramen. Elektrische achterklep kan ook daar geopend worden. De cruise control achter het stuur. Accu zit nog vol en dan geeft hij aan 46 kilometer. Maar het weer zit natuurlijk ook mee nu zo in juni. Wat wil ik nog meer vertellen? Oh, je kunt je stoelverwarming daarin stellen. Je climate control zit hier. We hebben de navigatie op het grote scherm. Je kunt je muziek afspelen middels Spotify. En er is ook een foefje dat je hier Apple CarPlay op krijgt. En dat is niet eens duur, maar informeer even bij mijn broer. Die heeft daar meer kijk op. Want die rijdt ook met zo'n auto. Dus we hebben hem ook nog in het zwart. Wil je die even zien? Geen probleem. Dan moet mijn broer maar met deze verder rijden. Dus we hebben er meer. Dit is de historie. Hij is van november 2019. En ja, zoals je in het filmpje al hebt gezien, hij is in topconditie. Hybride, we hebben eigenlijk alle types wel staan. Dat varieert van Porsche Cayenne tot Lincoln Co. tot die Land Rover Discovery. Noem het maar allemaal op autosiro.nl. Maar de Audi, die doet het heel goed. Volvo XC60 verkopen we ook veel. Zoek je een hybride, dan ben je hier wel op het juiste adres, denk ik. Wil je dit proberen? Laat het me even weten. Dan zorg ik dat de accu vol zit. Wil je een financial lease voorstel? Doe ik dagelijks. Zakelijk kun je ook nog eens de BTW van deze terughalen. Dat is ook een 1008. Wil je particulier financieren? Kan ook. Wil je wat inruilen? Ben ik blij mee. Stuur me wat foto's. Krijg je direct een bieding van me. En dit jaar eigenlijk moet je dit gewoon proberen. En nogmaals, wil je dan nog 3 andere types proberen? Geen probleem. Je bent van harte welkom. En eventueel, we bezorgen in heel Nederland. Graag tot ziens. Hoi.